Chip de Leeuwentemmer, dat zijn twee romans die nu samen zijn uitgebracht, zijn heruitgebracht. Gelukkig, want Elschot behoort sowieso tot mijn favoriete auteurs ooit. En zowel in Chip als in de Leeuwentemmer laat hij eigenlijk heel overtuigend weer zien waarom. Zoals zo vaak en zoals ook in zijn beroemdste boek Kaas gaat het over Frans Laarmans. Een hele sympathieke, wat burgerlijke verteller die hier eigenlijk inzoomt op zijn familieperikelen. Zijn oudste dochter Adèle, die krijgt in Chip, het eerste boek, dat verscheen in 1934 geloof ik, krijgt een relatie met een Poolse studiegenoot en die heet Benek. En daar spelen eigenlijk allerlei spanningen die vandaag de dag nog steeds rondom Polen, rondom Oost-Europeanen zouden spelen. Die Frans Laarmans kijkt daar ook wat moeilijk tegenaan. Dat is een hele ingewikkelde verhouding en die wordt nog veel ingewikkelder als daar ineens een kind uit voortkomt. Het eerste kleinkind van Laarmans. De naam van het kind is Jan, maar voor Frans Laarmans is de naam Chip. En het eerste boek gaat over zijn verhouding tot dat kind. Gaat ook over de breuk van de ouders van Chip uiteindelijk. En het gaat over alle stroefheid die daar komt kijken. In De Leeuwentemmer, het vervolg, 6 jaar later verschenen, gaat het eigenlijk over wat er met dat kind gebeurt. En De Leeuwentemmer, dat vond ik nog wel het mooiste boek van de twee. Hele korte roman, voornamelijk in briefvorm. En dat maakt het ook zo gewaagd. Daarin heeft Laarmans eigenlijk mijn hart definitief gestolen. En ik ben blij dat deze twee boeken er nu weer zijn. En ik zou graag nog een stukje voorlezen uit het begin van Chip. Ik herinner mij niet precies meer hoe en wanneer de vreemdeling in huis gekomen is. Maar hij loopt hier nu voortdurend rond. Zeker heb ik zijn aanwezigheid in het begin niet opgemerkt en zat hij boven als ik beneden was. Nu echter ontmoet ik hem op de trap, bots in de gang tegen hem aan en zit tegenover hem aan tafel, want hij eet nu ook mee. Mijn oudste dochter, die hem in huis heeft gehaald, zit naast hem. Ze zijn beide op de handelsschool en ik geloof dat hij in het begin kwam om met haar te blokken. Hij was zwak in de Franse taal en zij in staathuishoudkunde. En zij zouden samen trachten elkander te helpen. Ik heb toen tenminste zoiets gehoord.